Ze rijdt ze goed, ze is in vorm. Geldt natuurlijk ook voor de boer. Reed hij in 15-1, heel lang geleden. Rondjes, 7-9, 28-2. Ja, dan zou Dul kunnen profiteren op die kruising. Rijdt in de doorkomst nu het tiende boven het schema van haar persoonlijk record. Met de 5 kilometer dus in de benen. Maar heeft nu nog de binnenbocht, kan gaan jagen. En gaan we dan nu onder de 1.15. Dan moet er wel heel hard doorgereden worden. Daar komt Dul. In de binnenbocht. Gaat de ritwinst wel pakken? Maar is het een persoonlijk record? Het antwoord is nee. 1.16.09 en 1.16.52 voor de boer. Daarmee blijven die persoonlijke toptijden overeind. Het is ook niet zo gek. Het is volstrekt onlogisch om na de 5000 meter een sprintafstand te doen. Kan Leerdam vandaag. Zij is oudste van het baanrecord met 1.12.8. Zij is verantwoordelijk voor 7 keer in de top 10 van beste tijden in Heerenveen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Drost start dus tegen Daleman. Daleman, de jongste in dit veld. De jongste wereldkampioen ook in de geschiedenis van het schaatsen. Toen was ze nog maar 15, ze is nu 16. Dus de jongste hier tussen de senioren. Het toernooi kan al niet meer kapot. Ze pakte 2 persoonlijke records, de 500 en de 1500. Ja, dan wil je die ook eentje rijden op de 1000. Staat nu op 1.16.29. Ja, Drost heeft ook focus op deze afstand. Dit is waar Drost de wedstrijd ervoor rijdt. Kijk naar de opening van de Vriezin. Ja, 17-8. Heel erg goed. En dan moet Daleman oppassen voor de kruising. Daleman rijdt hele scherpe bochten. En nu wordt een lastige kruising. Ja, dit is jammer. Dit is jammer. Heel jammer. En kijk naar de snelheid van Drost. Die was heel hoog. Je kan moeilijk van Drost verlangen dat ze het wat rustiger aandoet bij de start. Die gaat voor zichzelf. En 21-4. Ja. Die wil de wereldbeker in. En nou, toch nog een rondje 28-2 voor Eentje Daleman. Het zou sensationeel zijn. Nummer 8 van het Nederlands kampioenschap. Helga Drost. Kan ze die snelheid vasthouden in de slotrol? Van een record van 1.15.36 en dat wordt 1.15.28. Daleman met die moeilijke wissel 1.17.